Naast me een hele bijzondere man, vind ik zelf. En nou, een hele beroemde man in Nederland in ieder geval. Maar hoe is het in het buitenland, Milko? Ook, beroemd en berucht. Beroemd en berucht. Wat is jouw volledige naam? Mijn naam is Milko Stijvels. En ik ben op dit moment de spreekselmeester en de clown bij Circus Hollandia. Ja. Van de winter ga ik naar het kerstcircus. Dus ik ben weer lekker bezig. Ja. Ik ben de oud-directeur van Circus Herman Rens. Ja. Maar ja, dat is in 2015 is dat helaas verloren gegaan. Maar nu ben ik weer helemaal terug bij het... Hoe heb jij die hele coronaperiode doorgemaakt? Ja, moeilijk. Ik heb niet meer kunnen doen waar ik goed in was. Clown spelen, spreekselmeester, dat heb ik allemaal niet gedaan. Ik heb wel weer andere dingetjes gedaan, maar dan was ik niet zo happy de pet. Maar ja, je moest ook leven. Hoe is dat? Hoe is dat? Ja, ik had een karretje ontwikkeld en daar reed ik de markt ermee af. En daar reed ik 1,5 meter mee handhaven. Ik heb jou een keer in Haarlem gezien. Met een karretje. Ja. En dan liet ik de mensen, als ik ergens een grote groep mensen zag staan, dan zorg ik op een ludieke wijze dat die mensen uit elkaar gingen. En dat ging goed. Ja, maar nu weer circus en daar ben je voor geboren eigenlijk. Ja, ja, ja. Nee, circus, ik ben een circuskind en nu heb ik deze kans weer gekregen. Daar heb ik mijn beide handen aangepakt. En het geeft ook weer een gevoel dat ik bij Circus Rens in de fietsen sta. Want het is de tent van de Rens geweest. En de artiesten zijn goed. Nee, echt super. Super. Ja. Ik ben er echt super blij mee dat ik de kans heb gehad. En we knallen. We staan nu in Amsterdam. En dan gaan we verder, Den Haag. En van de winter Haarlem, hier in Waard. Het is een programma van wereldformaat. Ja. Ik hoor ook nog dat ik... Tot uw kleinzoon vroeger bij mij in de circus gezongen. Ja, die heeft gezongen in het voorprogramma. Ik kan me dat nog herinneren, want het was een unieke belevenis. Ja, dus ja. Bij deze, bij Sven, de groetjes van Milko. Ik kon het nog gelijk herinneren. Okay. Hey, Milko, heb je nog een oproep aan de mensen? Ja, tuurlijk. Na de coronatijd doen waar je weer zin in hebt, leuke dingen gaan doen en zeker een van de vele circussen bekijken en ga zeker naar Haarlem en zeker naar Heer Hugo Waard, want het zijn twee circussen met een topprogramma. Ja, want Heer Hugo Waard hoorde ik iets van King Kong. Ja, daar zit een legendarische King Kong bij. Echt, je hebt nog nooit zoiets gezien. Geweldig. Supermooi. Hey, heel veel succes. Dankjewel. Geniet er weer van. Gaan we zeker doen. En dank voor het interview. Graag gedaan.